mensen, de laatste dagen spookt het lijfspreuk van generaal Van Huyts wel door mijn hoofd. Het moet, dus het kan. Of, zoals we die bij ons wel vaker toepassen, als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. Maar beste mensen, ik ben blij dat je er bent, ook al is het dan digitaal. Want eigenlijk hadden we elkaar natuurlijk moeten treffen bij onze nieuwjaarsbijeenkomst hier in de raadzaal van de gemeente Coevorden. En dat lukt dit jaar helaas niet. 2020 was een bijzonder jaar. We kijken terug op vooral corona en het bijbehorende aantal perikelen en beperkingen. Het heeft invloed op ons leven, ons werken en onze vrije tijd. En ook in de toekomst zullen we ons 2020 herinneren als het coronajaar. Veel activiteiten, evenementen en bijeenkomsten konden niet doorgaan dit afgelopen jaar. En we zijn anders naar de wereld en naar elkaar gaan kijken. We moesten oplossingen zoeken. Sommige oplossingen blijken ook nieuwe kansen te bieden. En sommige oplossingen bleken niet acceptabel. En daar moesten we als overheid soms de grenzen aangeven. Maar elkaar minder fysiek en meer digitaal ontmoeten, dat is wel het beeld. En dat ik u nu toespreek via digitale kanalen in plaats van een echte nieuwjaarsbijeenkomst, wie had dat vorig jaar gedacht? Ik spreek u nu toe op 1 januari, maar u begrijpt vast dat dit kort voor de jaarwisseling is opgenomen. En ik hoop van harte dat ik met u kan terugkijken op een rustig verlopen oud en nieuw. Dat we ons er voor dit jaar maar even bij hebben neergelegd dat het niet anders is. En dat we echt de medewerkers in de zorg moeten ontzien waar dat mogelijk is en onze kwetsbare medeburgers. Terugkijkend op 2020 ben ik verrast door de veerkracht en de flexibiliteit van u als inwoner, ondernemer, vrijwilliger bij een club, als vertegenwoordiger van een instantie. Er zijn zoveel voorbeelden voorbijgekomen van noberschap, van goede initiatieven, van het zoeken naar oplossingen en het creatief zijn. Geweldig. Mooi voorbeeld vind ik Coevorden en zo. Een initiatief waarbij ondernemers uit onze gemeente zijn aangesloten en die inwoners de gelegenheid geeft om lokaal te kopen, zonder de deur uit te gaan. Prachtig en passend bij deze tijd. Via onze personeelsvereniging kon ik daar zelf leuke en lekkere dingen kiezen. Een aanrader. En dat is maar één voorbeeld. Er zijn er vele. Ik wil u dan ook een groot compliment geven. Het laat wederom de kracht van onze samenleving zien. En natuurlijk zijn er ook zorgen. Bij inwoners die hun baan verloren. Bedrijven die het enorm zwaar hebben. En mensen die het virus in hun eigen omgeving moesten ondervinden. Laten we met z'n allen elkaar zoveel mogelijk steunen. Ieder op zijn of haar eigen manier. Ik blik graag met u terug op 2020 op een aantal gebeurtenissen die indruk maakten. Bijvoorbeeld het veel te vroeg overlijden van Bert Haan, de oprichter van het talentencentrum in Coevorden. De plek waar vrijwilligers hun muzikale en culturele talenten vrijwillig doorgeven. We herinneren ons de manier waarop hij op geheel eigen wijze in deze zaal de gemeenteraad toesprak en wist te enthousiasmeren voor zijn initiatief. Hij heeft zich ingezet, enorm ingezet, voor de komst van het centrum en dat is hem gelukt. Grote waardering voor Bert en voor degenen die na hem deze fakkel hebben overgenomen. In het kader van herdenken van mensen en gebeurtenissen die voor ons van betekenis zijn, de viering van 75 jaar vrijheid ging niet door. We hadden ons verheugd op een groots weekend met prachtige activiteiten. Met verhalen van de oudere generatie, met herinneringen aan de bevrijding. Herman Woltersom was een van de organisatoren van deze viering. Herman, we staan hier op deze historische locatie als het gaat om de militaire geschiedenis van Coevorden. Mooie plannen voor 2020, maar daar kwam wel een abrupt einde aan. Hoe was dat? Ja, daar kwam zeker een abrupt einde aan. We waren anderhalf jaar bezig met de voorbereidingen voor 50 jaar bevrijding, 50 jaar vrijheid. En in maart kwam corona, ja. Het werd alles in één keer anders en we moesten in één keer stappen met alle plannen en het ging niet meer door, helaas. Ja. Anders zou je op 5 april dus zo'n 100-tal lege voertuigen over de Pennemerbrug zijn gereden. Ja. Maar goed, we zitten ook met de garnizoensdagen wat niet doorging afgelopen jaar en we hadden toch wel plannen richting 2022 voor het 350-jarig ontzet om elk jaar iets groter te groeien met die dagen. Ja. En ook dat ging dus niet door dit jaar. Nee. En wat betekent dat nu voor komend jaar? Komend jaar? Nou, we zijn weer druk bezig met de voorbereidingen en het vastleggen van reenactmentgroepen voor volgend jaar. En zoals het nu lijkt, komen zo'n 300 reenactors richting Coevorden, laatste weekend augustus, om dus de slag om Coevorden neer te spelen. Kijk. Als
als voorproefje eigenlijk voor 2022 voor het 350-jarig concert. Ja, mooi. Gelukkig konden we wel vormgeven aan de waardering voor inwoners die in deze tijd een belangrijke bijdrage leveren aan onze samenleving. Elk jaar ontvangt een aantal van onze inwoners een koninklijke onderscheiding. Inwoners die zich langdurig inzetten voor een maatschappelijk doel, voor een ander. Binnen de grenzen van onze gemeente of juist ver daarbuiten. In 2020 zag deze uitreiking er ook anders uit. In plaats van ze in het gemeentehuis te ontvangen, ging ik bij ze op bezoek. Om ze op afstand toe te spreken en te overhandigen in plaats van op te spelden. Het maakte de dag heel bijzonder. Ellie van 't Hul was een van de mensen waar ik voor de deur stond. Dat het Zijne Majesteit heeft behaagd om jou te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Wij moesten allemaal coronaproof natuurlijk hier naartoe. Ja. Daar stonden we ook in de tuin. Hè? Ja. Te verrassen met het feit dat je koninklijk was onderscheiden. Ja, precies. Dus het was wel een grote verrassing. En het is te meer voor mij omdat ik mijn project bestopt was per 1 januari. Yeah. Gelukkig. Yeah. Want anders had ik midden in de nadigheid gezeten. Yeah. En ik vind het een... voor mezelf is het echt een bekroning op mijn werk daar, zou ik zeggen. Want je hebt natuurlijk die onderscheiding echt gekregen, niet voor datgene wat je in Coevorden zozeer hebt gedaan, maar meer natuurlijk inderdaad wat je als Coevordenaar met betrokkenheid op de wereld om je heen in Ethiopië hebt gedaan. Ja. Voor mensen daar. Zou jij zeggen dat dat de komende periode alleen nog maar van groter belang wordt? Dat we daar wat gaan doen? Ja. Ik denk het wel. Kijk, in mijn gedachte van onderwijs, van ontwikkeling, is eigenlijk onderwijs. Yeah. Er zijn nog zoveel mensen die kunnen niet lezen en schrijven. Wil je een land ontwikkelen, moet je onderwijs ontwikkelen. Daar heb ik daar ook. Ik heb er 13 schooltjes gebouwd. Yeah. En als de kinderen kunnen lezen en schrijven, en dan kunnen de ouders lezen en schrijven op een gegeven moment, krijgen ze informatie over alle problematiek. AIDS, nu met deze toestand. En dan kunnen ze zich beter beschermen in de toekomst. Ja, ja. Dus dat geloof ik heilig in. In 2020 ondervonden met name de horeca- en evenementenbranche grote beperkingen. Ondernemers zochten naar creatieve oplossingen en bleken bijzonder inventief te zijn. Ik trof Erwin en Letty Wielens bij hun restaurant in Noordsleen. Hoe is 2020 nou voor jullie geweest? Zeg nou iets over. Heel bijzonder. Ja. Het was natuurlijk in maart, kreeg je al een beetje het idee, hè, door de berichtgeving, er zal misschien wel een sluiting aankomen. Nou, toen was het moment daar dat het zo ineens patsboom om 6 uur 's avonds, moest je de deuren sluiten, de gasten naar buiten begeleiden. En dan is het stil, de deur op slot. Kwam de zomer, mochten we gelukkig weer open. Dus konden we lekker weer met je normale werk bezig zijn. Maar goed, in oktober moesten we weer sluiten en dan... Die periode was nog moeilijker, of is nu nog moeilijker. Ja, het zijn toch donkere dagen. Het meeste werk rondom en in je bedrijf heb je wel klaar. Dus wat we nu doen is met name het bereiden van gerechten voor de mensen die ze kunnen afhalen en dan thuis nuttigen. Ja. Die afgelopen jaar natuurlijk die bedrijfsuitbreiding gehad, althans die nevenactiviteit, laat ik zo zeggen. We hadden het net al even over van ja. Maar dat brengt toch ook wel weer, hè? Dat geeft ook wel weer een goede impuls. Ja. Is dat toch een factor in deze coronatijd ook? Dat heeft er wel mede voor gezorgd dat wij nu nog staan waar we zitten waar we zitten. Ja. 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 En denk je dat je daar het komende jaar ook wel heel veel profijt en misschien ook extra inzet op doet? Of? Ja. Ik denk dat op toeristengebied heel veel mensen nog alsnog het buitenland mijden. Komend jaar. Ja. Toch in eigen land nog blijven zoeken. Ja. En dan hopen we dat we daar ondernemers weer wat mee mogen voorkomen. Ja, goed, laten we ook hopen dat we in dit soort ambiance ook weer snel met elkaar gewoon letterlijk om tafel kunnen. Hè? En een hapje en een drankje kunnen nuttigen. Ja. Wat nu niet mag. Nee. Een aantal andere ondernemers maakten naast zware tijden ook hoogtepunten mee. We kenden het bedrijf Food Basics van Jan Buining al van de innovatieve ontwikkelingen. In het afgelopen jaar kreeg dit bedrijf uit Aalde hiervoor landelijke erkenning. Ja, ik zie hier dat de mooie prijs, de winnaar van de jaarprijs Goede Voeding 2020. Betekent dat 2020 voor jou een topjaar is geweest? Ja, het was in ieder geval een heel bijzonder jaar. Maar voor dit bedrijf hier van Food Basics waren het ook wel negatieve punten. Er worden hier ook zuivelmengsels ontwikkeld en geëxporteerd buiten Europa.
Dat is bijna compleet stil komen te liggen. Dus daar kijk je niet met veel vreugde op terug. Maar ja, nee, natuurlijk. De erkenning van een vakjury uit het vak nationaal, die ons de jaarprijs goede voeding heeft gebracht, daar zijn we heel trots op als team. Dat is uniek. Dat gebeurt niet zo vaak bij een MKB-bedrijf. En zeker niet voor een MKB-bedrijf die toch een hele andere kijk in de voeding. Dus die erkenning, dat heeft veel gebracht in 2020. Ja, dan het culturele leven, dat lag grotendeels stil. Activiteiten van de culturele vereniging in onze gemeente konden niet meer doorgaan. En ons theater Hofpoort in Coevorden kon bijna alle voorstellingen in deze zaal annuleren. Ook hier zagen we een sterk staaltje creativiteit en samenwerking met onder andere ons als gemeente. Eerst al Hofpoort in Kluis in een leegstand winkelpand in de binnenstad. En nu mochten ze de oude machinefabriek aan de Sint-Jansstraat inrichten als tijdelijk theater. Geweldig dat de eigenaresse van het pand hieraan wilde meewerken. En prachtig om te zien hoe er oplossingen gevonden zijn om toch nog theater mogelijk te maken. Bijkomend pluspunt is dat we hierdoor een voor velen onbekend stukje Coevorden laten zien. Helaas is vanaf de laatste maatregelen ook hier alles stilgelegd. Ik kijk graag met theaterdirecteur Saskia Kluwe terug. Ja, Saskia, cultuur, hè? Dit afgelopen jaar was natuurlijk een drama voor theaters. Maar in deze prachtige locatie, je zou zeggen, voor jullie is het een wonderlijk jaar geweest. Nou ja, dat is inderdaad wel het geval. Het heeft ons, op vrijdag de 13e gingen de deuren dicht op 13 maart. En we zijn 6 maanden gesloten geweest. Ja. En dan ga je toch denken van, wij denken altijd in mogelijkheden natuurlijk. En creatief en noem het maar op. En zo is het gekomen dat de fabriek ontstaan is. Ik vind het echt een fantastische ambiance voor mensen die nog niet geweest zijn. Die moeten echt hier gaan komen. Want, Zeker, en het kan allemaal veilig, toch? Zeker, daarom zijn we juist hier naartoe gegaan. Ja. We kunnen hier naar een verdubbeling in plaats van 40 nog in de Hofpoortzaal. Kunnen we hier naar 80, coronaproof. Ja. Echt veilig. Kom maar op, laat het nieuwe jaar maar beginnen. Mooi. Ja. Maar betekent dat nou ook dat als het straks allemaal weer veilig is, dat dit weer wordt opgedoekt? Ja, dat weten we natuurlijk niet. Nee. De mensen, de bevolking is heel enthousiast, meneer de burgemeester. Ja, daar kan ik me heel veel bij voorstellen. Maar ik kan natuurlijk ook nergens op vooruit lopen, maar ik vind het wel een fantastische plek. Ja. En een heel mooi compliment aan jou natuurlijk, maar ook aan al die vrijwilligers die met het theater samenwerken. Dat wil ik echt benoemen, want er is hier in 2 maanden tijd wat we hier hebben neergezet. Dat is echt, eigenlijk is het trekkenwerk. Maar ja, we zijn natuurlijk ook allemaal een beetje gek, dus dat past wel. En echt de vrijwilligers en wat hier gebeurd is, dat is echt geweldig. Mooi. Saskia benoemt al hoe belangrijk vrijwilligers zijn. Dat geldt op meer plekken in onze gemeente. Soms is het een probleem om ze te vinden en te behouden. En om te voorkomen dat er te veel taken op de schouders van te weinig vrijwilligers komen. In de sport, maar ook in andere maatschappelijke organisaties. Ik sprak Harold Soppen van de voetbalvereniging Dalen. Die dit jaar op een nieuwe manier meer vrijwilligers vond. Harold, jij bent vrijwilligerscoördinator van VV Dalen. Dat klopt. En dat is een heel nieuw verschijnsel, hè? En eigenlijk ook een beetje raar, want vrijwilligers zijn natuurlijk essentieel voor heel veel dingen. Vrijwilligers zijn essentieel, zonder vrijwilligers dan houdt het op. De vereniging niet. Maar jullie hebben een geweldige impuls weten te bereiken het afgelopen jaar, ondanks corona. Ja, zeker. Vertel eens. Twee vrijwilligers die hebben de cursus meer vrijwilligers in kortere tijd gevolgd bij Sport Drenthe. Ja. En zij hebben samen eigenlijk een werkgroep gecreëerd met een aantal bestaande vrijwilligers. Hebben daarin een belronde georganiseerd om de leden die nog geen vrijwilligerstaken oppakten, om die te benaderen en kijken van, goh, wat zou je willen doen voor de club? En zij hebben daarmee 85 nieuwe vrijwilligers binnengehaald. 85 nieuwe vrijwilligers? 85 nieuwe vrijwilligers. Want jullie hadden natuurlijk wel vrijwilligers. Wij hadden zeker ook een hele groep bestaande vrijwilligers al. Waarbij sommige vrijwilligers zelfs heel veel taken oppakten. Ja. Dus met die cursus is ook gekeken naar de vrijwilligerstaken. Ja. En er zijn eigenlijk een aantal functies zijn opgesplitst in meerdere taken. Ja. Zodat we met meer vrijwilligers eigenlijk die taken op kunnen pakken. Okay. En het zo wat meer behapbaar wordt en toegankelijker wordt voor iedereen. 80 mensen, nieuwe mensen met een binding met je vereniging. Ja, daar zijn we enorm blij mee. Ja. Dus dat is een goede start. En het begon allemaal met twee vrijwilligers. Twee vrijwilligers, ja. Die begonnen te bellen. Die hebben de cursus gevolgd. Ja. En die hebben gezorgd dat er een enthousiaste groep van bellers gecreëerd is. Ja. En die hebben samen een avond georganiseerd.
En daaruit zijn die 85 vrijwilligers gekomen. Zo. Sportverenigingen moesten eerst deels en later helemaal hun activiteiten stoppen. En sporten en bewegen is natuurlijk belangrijk voor ieders gezondheid. En je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen. Het is een van de onderwerpen waar we als gemeente veel tijd en energie in steken. Met sportverenigingen uiteraard. Het sport- en preventieakkoord, de kwaliteitsimpuls buiten sportaccommodaties, samen voor een gezonder Koevorden. Onder andere in Schoonoord trekken de verenigingen samen op. Korfbalvereniging SDO ging met voetbalvereniging KSC en andere partners aan de slag om meer jongeren te betrekken bij hun sport en om een gezondere kantine en een rookvrij sportterrein te realiseren. Ja, we staan hier in Schoonoord bij een club die eigenlijk heel snel in beeld was als het ging om de kwaliteitsimpuls. Dat klopt. En dat is voor jullie een goede aftrap geweest, volgens mij voor 2020. Jawel, dat is, voor ons heeft dat, is dat prima verlopen. Doordat wij dat hebben direct aan kunnen geven, heeft KSC ons ook geholpen. Dan konden wij daar even trainen en kon ons hele veld op elkaar. Ja. Dus dat is natuurlijk ook weer een goede samenwerking. Ja, ja. Om het sport- en preventieakkoord natuurlijk ook, want het gaat ook om de sporters natuurlijk. Het gaat zeker om de sporters. Inclusief rookvrije generatie. Inclusief rookvrije generatie. Hoe ging dat? Dat ging bij ons eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Zoiets introduceer je kalm aan en toen was iedereen er eigenlijk wel voor. En dan is het eigenlijk maar zo ver. Van het sportakkoord hebben we hier in Schoonoord een pilot gekregen, het JAG, Jongeren op Gezond Gewicht. En dat gaat van scholen naar clubs, clinics, van alles om dat aan te pakken, introduceren, zodat men eigenlijk een goed voorbeeld krijgt. En omdat we hier een overlegstructuur hadden, waar ook KSC en FIOS, de ondernemers, de DAS, het LS-veld en alles in zit, hebben we dat hier opgestart. En we zijn nu bezig met de scans van de kantine. Kijk, wat heb je in de kantine? En zonder dat de frituur nou direct weg moet, toch een mooi aanbod te maken in fruit en water met munt en wat net zo dorstlessend is. Er zijn meer ontwikkelingen voor de toekomst die doorgingen ondanks corona. Bijvoorbeeld glasvezel. De aanleg gaat gestaag door. Een groot deel van onze gemeente is inmiddels voorzien van deze belangrijke voorziening. In de dorpen, maar vooral in het buitengebied, is het noodzakelijk voor voornamelijk onze boeren en andere ondernemers. Het blijft heel bijzonder dat we als inwoners zelf eigenaar zijn van deze voorziening. Een groot verschil met de commerciële aanbieders. Ja Jaap, we staan hier op veilige afstand, maar ook van waar het gebeurt. Hè? Aanleg van glasvezel Zuiderveld in de hele gemeente. Hoe staat het ervoor? Nou ja, zoals je ziet zijn we hier in Sneem. En het gaat heel vlot. Kijk, dit is de aanleg wat je hier eigenlijk op de achtergrond ziet. Is de aanleg van de gewone kabels. Daarvan moeten ongeveer 480 kilometer in onze gemeente worden aangelegd. En we zitten al zeker op 350 kilometer op dit moment. Ja. Dus dat is een stukje 2019, maar het grootste deel in 2020 aangelegd. Dus we zijn hiermee ongelooflijk goed op de toekomst voorbereid. 2021, wordt dat dan het jaar van 2021, iedereen? 2021, ik heb bedacht dat ik ongeveer de laatste, ik lig helemaal aan het eind in de kiel. Aan het eind van de kabel. Dus ik ben waarschijnlijk de laatste aansluiting. En dat zal ergens in juli gebeuren. Mooi voorbeeld van gezamenlijk initiatief. Ja, ja. En dat is te danken aan ook al die ruim 100 vrijwilligers. Die zich ongelooflijk hebben ingezet om abonnees binnen te halen. Ja. Die veel reclame hebben gemaakt. Nou, wat ik aan dit project zo leuk vind, dat er zo'n goed soort samenwerking met Wendo en met name met de gemeente. De gemeente heeft daar ook wel een hele grote stap in gemaakt om dat gewoon mogelijk te maken. En het is gewoon fantastisch dat we dat middels alle gemeenten en bewoners zo'n project kunnen realiseren. Ik vind het heel mooi. Mooi. We werken als gemeente ook aan verbeteringen in het gebied. Fietspaden, verlichting, de werkzaamheden in de binnenstad en de nu al prachtige nieuwe uitstraling van het stationsgebied in Koevorden. En er komt nog meer aan. Nu de staatssecretaris het benodigde geld heeft toegezegd voor haar aandeel in de spoorverbinding voor personenvervoer tussen Koevorden en Rijnen, kunnen we samen met de provincie en onze Duitse buren verder werken aan deze belangrijke ontwikkeling. Ik hoop dat we in 2024 kunnen zeggen dat Koevorden een internationaal treinstation heeft. Deze ontwikkeling kan ook deuren openen op andere vlakken. Onderwijs bijvoorbeeld. Goed onderwijs is belangrijk en onze taak als gemeente is om ervoor te zorgen dat er goede huisvesting is. De eerste stappen zijn gezet om te onderzoeken of het mogelijk is om een nieuwe school te bouwen bij het station.
Een nieuw gebouw voor de nieuwe vesten met nieuwe mogelijkheden en kansen voor een onderwijsaanbod dat bijdraagt aan de toekomst van onze regio. Ik zie daarbij kansen voor samenwerking met het onderwijs van onze Duitse buren. Zeer betekenisvolle besluiten waarmee we binnenkort aan de slag gaan. De voorbereidingen op het nieuwe jaar zijn in volle gang. We hopen allemaal dat er binnenkort weer meer kan. Dat we weer samen kunnen zijn en mooie activiteiten kunnen organiseren. Dat we in 2021 toch nog kunnen stilstaan bij de viering van 75 jaar vrijheid. Het is belangrijk om stil te staan bij deze herdenkingen. We mogen dit niet verloren laten gaan. Maar voor het zover is, moeten we er met z'n allen en ieder voor zich voor zorgen dat het coronavirus zich niet verder verspreidt. Dat doen we zelf. Dan een vooruitblik naar 2021. Dit jaar, in augustus van dit jaar, wordt Coevorden culturele gemeente van Drenthe. En hiervoor zijn de voorbereidingen in volle gang. Roelie Lubbers is de projectleider en zij werkt samen met een team van medewerkers van onze gemeente en verschillende organisaties aan een fantastisch programma. Ja, Roelie, in een bij uitstek culturele omgeving als dit denken we natuurlijk ook aan de culturele jaar en de trekker van het culturele programma. Jouw afgelopen jaar was het eerste volledige jaar van jouw werkzaamheden. Klopt. Hoe is dat voor jou geweest? Nou, heel bijzonder. We zijn ongeveer rond deze tijd vorig jaar begonnen met dromen over alle initiatieven en leuke activiteiten die we willen gaan doen in het culturele jaar in 2021-2022 in de gemeente Coevorden. Maar we hebben niet durven kunnen vermoeden dat er nog een spelbreker zou zijn. Ja. Maar goed, wij zijn niet voor één gat te vangen, want cultuur is ook creativiteit. En we zijn gewoon verder gegaan met het maken van de plannen. En voor mezelf kan ik spreken dat ik het afgelopen jaar ontzettend veel inspirerende mensen heb ontmoet. En ontzettend veel leuke initiatieven voorbij heb zien komen. Dus wij hebben niet stilgezeten en we konden lekker vooruit. Ja. En we moeten het ook hebben van de vrijwilligers, hè? Absoluut. Iedereen kan meedoen. En we hopen ook op de ideeën van iedereen. Er zijn zo ontzettend veel ideeën al naar voren gebracht. En daar hebben wij hele mooie activiteiten van gemaakt. En die zijn nu al te zien op www.cultureelcoevorden.nl. Maar als mensen nog ideeën hebben, dan kunnen ze natuurlijk mailen. En dan kan het culturelegemeente@coevorden.nl. We hopen met z'n allen dat we het culturele jaar kunnen vieren met al die mooie activiteiten en evenementen die in voorbereiding zijn. We sluiten het culturele jaar af in december 2022. Dan vieren we 350 jaar Coevordens ontzet. En een gelukkig einde aan het rampjaar 1672. U weet misschien nu nog niet dat Bommenberend op weg van Münster naar Groningen eerst langs Coevorden ging, maar daar hoort u in de komende periode meer over. Wat gaat er in 2021 nog meer gebeuren? Binnenkort staat er een onderzoek naar de samenwerking tussen u en ons als gemeente Coevorden. We doen namelijk mee aan de Quickscan Lokale Democratie. Dit is een landelijk onderzoek waar we als Coevorden voor het eerst aan deelnemen. Ik roep u op om de vragenlijst die hierbij hoort in te vullen. Hoe meer mensen dat doen, hoe beter we weten wat u vindt en des te beter we kunnen aansluiten op uw wensen. Het is een digitale vragenlijst en over een paar weken kunt u lezen waar u deze kunt vinden. Wij willen als organisatie, als college van BMW en als gemeenteraad steeds beter worden in verbindend besturen. Samenwerken met u als inwoners, met verenigingen en andere organisaties. We willen een herkenbare en voorspelbare lokale overheid zijn. U weet wat u aan ons heeft en wat u van ons kunt verwachten. Daarnaast hopen we dat u als inwoner, als organisatie of als vereniging bij ons komt met uw ideeën voor uw eigen omgeving of opgave, zodat we samen kunnen kijken wat er kan. Om ervoor te kunnen zorgen dat onze gemeente fijn blijft om te wonen, te werken en te recreëren. Maar daarvoor moeten we op belangrijke terreinen principiële keuzes maken en daarvoor ook de verantwoordelijkheid nemen. We moeten het op een aantal onderdelen durven om decennia vooruit te kijken, om nu al de eerste stappen daarvan te kunnen zetten. Een voorbeeld van waarin we dat al doen, is de energietransitie. Hierbij voldoen we al aan de eerste doelstelling van zon op land en wind op land. In 2021 buigt de Raad zich over de eerste invulling van de regionale energiestrategie. Ook biodiversiteit en klimaatadaptatie zijn onderwerpen waarmee onze gemeenteraad samen met ons als college en met de ambtelijke organisatie aan de slag is. De volgende stappen in de verduurzaming van onze gemeente worden daarmee gezet. En dan hebben we het nog niet eens over de economische verandering die wenselijk zijn.
Ambtelijke, bestuurlijke en politieke samenwerking met de provincie Drenthe en met verschillende ministeries bepalen daarbij het succes dat wij als uw eerste overheid kunnen hebben. Voor die andere overheid hebben we in maart de Tweede Kamerverkiezingen. Gaat u vooral stemmen. Het gaat dit jaar wat anders dan andere jaren. Let u dus goed op hoe u dit jaar uw stem kunt laten horen. Ook voor het komende jaar doe ik een beroep op uw veerkracht. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat we elke uitdaging voor de toekomst aankunnen. Ondanks dat ik helaas hier alleen en zonder u sta in een lege raadzaal, vind ik toch dat dit erbij hoort. En bedenk ik graag een toast uit op een veilig en gezond 2021, waarin uw wensen mogen uitkomen. Nou, laten we toosten op een ondernemend 2021. Op de verbindende kracht van cultuur, op een mooie herdenking in 2021. Nou, Saskia, we toosten op. Inspiratie. Op de vrede. Op een bloeiend verenigingsleven. En op de samenwerking in heel Koevorden, dat we maar gezond met z'n allen verder mogen.